Op 22 oktober vond de finale plaats van een keukenbazen-battle, georganiseerd door Agri-Food Capital. De bedoeling van deze kookwedstrijd was om kinderen van 10 tot 12 jaar uit Landert en omgeving te laten ervaren hoe belangrijk het is om samen aan tafel te gaan en te koken met producten uit de eigen regio. Op zaterdag 15 oktober nam een team van de gemeente Landert deel aan de keukenbazenwedstrijd in Den Bosch op het Willem I College. Een viertal leerlingen van basisschool Het Oventje kookten dat het een lieve lust was. En dat heette een mega live cook battle. Klopt dat, Guus? Ja. Ja, goed zo. Winnen, dat was een beetje te veel gevraagd, hè? Ja. Dat hadden we wel graag gewild, hè? Ja. Ja, dat dacht ik al. Een team uit de gemeente Mille en St. Hubert trok uiteindelijk aan het langste eind. En de burgemeester van die gemeente mocht zich een jaar lang de smaakburgemeester van Nederland noemen. Nou, en vandaag heb ik een gesprek met twee van die cooks, de koks. Hè? Hebben allebei nog een mooie schort aan. En de ene is Guus en de andere is Lize. En aan de andere kant aan de tafel zit Bram Huiskamp van restaurant De Pastoria, Bram. Ja, ja, zeker. En Bram zal dat ook vertellen, want die is meegeweest als begeleidende kok om te zorgen dat alles in goede banen liep. Hè? Ja, ik mocht mee en dan een mos om de kinderen te helpen. Dame en heer, hoe was het? Leuk. Want jullie hebben geoefend bij wie? Bij Tom van Verstegen. Tom Verstegen. Van Kookpunt Houtven, hè? Ja. Laten we bij het begin beginnen, Guus, want waar ik me nou afvraag, jullie waren met Spanje maar met z'n tweeën? Nee. Nee. Hoeveel man was je dan? Vier. Met vieren. Wie was er dan nog meer bij? Femke en Sanne. Hoe komt er nou bij Guus om voor de gemeente Landert te gaan koken? We zitten op de basisschool in Het Oventje. Ja. En wat komt er in één keer vanuit vandaan? Ja. Vertel eens. Op school kreeg je, zei ze van wie wil meedoen met, ja, met koken voor Landert. Ja, want ik heb begrepen, want we hebben met de omroep hebben wij een filmpje uitgezonden van onze burgemeester, die met zijn fiets en een hoop spulletjes hier door het dorp fietste en uiteindelijk bij de pastorie uitkwam. Ja. Die was op school ook laten zien. En die was ook op school geweest? Ja. En die kwam bij jullie in de klas vertellen van ik zou graag hebben dat er een aantal met mij meegaan aan koken. Toen hebben jullie gedacht van nou, dat vind ik leuk om te doen. Of niet, Guus? Ja, op het begin waren het eigenlijk nog twee groepjes en toen deed ik nog niet mee. Het waren er vier. Oh, vier? In het begin waren er heel veel kinderen. Maar er bleven er vier van het oventje over. Jullie hadden een hele goede kok en die heeft jullie zo goed geholpen dat jullie uiteindelijk de winnaars van Landert waren. Ja, wat heb je er eigenlijk dan nog allemaal voor moeten doen? Dat menu, ja, daar moest je ook iets mee, hè? Ja. Dat moest je opsturen, hè? Ja. En daar we hebben het niet opgestuurd, wij zijn het komen brengen. Maar daar deed je zoveel scholen mee. Ja. En zoveel gemeentes. Ja. Dus toen moest daar een keuze gemaakt worden. En toen zijn jullie uiteindelijk het geworden. Ja? Jullie mochten namens Landert dan naartoe. Ja. Ja, want hoeveel scholen waren er? Hoeveel teams waren er? In Landert? Nee, in Den Bosch. Oh, 17. 18. 8 teams. Oh, 18. Jullie hebben van tevoren geoefend. Ja. Zij heeft straks al, je hebt van tevoren bij de houtvennen met Tom samen, Tom Verstegen samen, jullie het gekocht. Was Bram er ook, hè? De eerste keer nog niet, maar de tweede keer wel. Dus jullie hebben niet alleen één keer geoefend, je hebt meerdere keren daar gekookt. Ja. En thuis nog geoefend, hoor ik van Bram nou net, fluistert je in mijn linkse oor. Thuis nog extra geoefend. Ja. Ja. Dus die, nou snap ik ook waarom dat die kinderen afhaakten, Lize. Daar is Femke. Nou, intussen is Femke aangesloten. Die was een beetje later, drukke kok was het, hè? Dus Femke, je bent ook naar Den Bosch geweest, hè? Ja. Ja.
Je hebt ook bij Tom meegekookt, mee geoefend, hè? Ja. En wat heb jij gemaakt? Ik heb een nagerecht gemaakt en met Sanne had ik het voorgerecht gemaakt, de groentesoep. De groentesoep. En hang op. En hang op. Nee, ja. Dat druk gehad. Of niet? Nou, als je het samen doet, dan gaat het wel wat sneller. Waar ik ook heel, heel knap vind dat jullie ontzettend goed geoefend hebben om het, een goed, mooi gerecht te maken. En om te proberen eerste te worden. Ja. Dat was net niet gelukt, hè? Nee. Net niet. Hoe vond jij het, Femke? Ik vond het wel gezellig. Dus om half twee uur zijn jullie daar begonnen ongeveer met koken. Ja. Maar we moesten nu heel veel snijden. Ja, en hoe laat moest het klaar zijn, Lize? Want jij hebt... Het eerste gerecht... Om zes uur het eerste moest voorgerecht zijn. Toen hadden jullie het voorgerecht geserveerd, het hoofdgerecht uitgeserveerd. Dat hoefde je niet zelf, dan zag de leerlingen van de Koning Willem I College dat deden, klopt. Ja. En het nagerecht hadden jullie geserveerd. En dan komt het spannende moment, want dan is er ook een jury die gaat bepalen wie de eerste prijs krijgt. Ja. We moesten heel lang wachten. Ja. Hoe ging het dan? Vertel eens. Eerst was iedereen naar voren geroepen. Ja, de koks en iedereen die daar hielp. En daarna wij allemaal, kreeg iedereen zijn medaille. En daarna moesten we weer terug en werd de eerste plek bekend gemaakt. Ja. En daar waren jullie net niet, hè? De gemeente met. Je hebt helemaal niks. Bram van de pastorie. Jij bent de chefkok van de pastorie. Ja. Ik werkte nou sinds het begin daar als chefkok. En ik ben gevraagd voor de gemeente om mee te helpen aan het keukenbasisproject. Ja. Maar wat heb jij nou met die knapen, die dames en die heer gedaan? Nou, zij zijn naar mij toegekomen en ze wilden meedoen met het keukenbaaswedstrijd. En dan hadden ze een hele mooie collage gemaakt met het menu wat ze hadden bedacht en foto's als aan het oefenen waren. Dus daar hadden ze allemaal van tevoren al klaar voor? Ja. Heb jij geen stemming gehad? Nee. De teams mochten zich inschrijven en die mochten dan een menu maken met zoveel mogelijk streekproducten, want daar ging het uiteindelijk de wedstrijd om. En de team is zelf naar me toegekomen met een mooie collage, met de foto's. En dan hadden ze een minuutje, hadden ze er heel mooi op uitgewerkt waar alles vandaan komt. Dus zijn ze heel goed mee bezig geweest. En hoe ben je nou hun verder gaan begeleiden? Nou, ik heb van hun alle informatie gekregen en de menus. En ik ben daar verder gaan uitwerken en gaan kortsluiten met de lokale leveranciers. Ja. Tot ik alles op het juiste moment had. En verder zijn wij met z'n allen gaan proefkoken, gaan oefenen. Ze hebben nog met Tom geoefend. En zodoende hebben we uiteindelijk naar de Mossen gegaan en zijn we daarvoor 20 man gaan koken van plaats. Ja, want daar zag ik aan een tafel, daar zat een tafel bij onder andere burgemeester, dat zijn meer van die bekende mensen uit Zeeland. En daar kookten jullie voor. Zo zaten er 8 tafels van mensen en elk team kookte voor... In totaal waren er 18 teams die meedemen. We deelden onze werkbank, hadden 6 werkbanken en deelden werkbank met 2 teams. Ja. En dan hadden we nog een aparte keuken, dus de totaliteit waren er 18 teams die samen... 18 teams? 18 teams, ja. En dat was een gesplitte keuken. Ja. Want dat was daar in de horecaafdeling van het Koning Willem I College. En dan, dan ga je een uur of twee ga je aan de slag met die gasten. Je taken netjes verdeeld. Ja. En hoe was jouw rol verder? De kinderen hadden heel goed geoefend, dus die wisten goed waar ze mee bezig waren. Ik had vooral een begeleidende rol. Hè. Kijk op de veiligheid, kijk op de hygiëne. Een beetje de tijdschema in de gaten houden. Ja. Maar de kinderen deden het hartstikke goed. Ze waren kei zelfstandig. Je kon zien dat ze hadden geoefend. Je kon zien dat ze wisten wat ze aan het doen waren. Dus, Maar dan komt het moment dat al die eterij, zal ik maar zeggen, voorbij is. Iedereen heeft zijn gerechten allemaal uitgeserveerd. Hebben jullie dan ook nog een stem in het eindoordeel? Nee, het eindoordeel werd gemaakt door de jury. Bestond uit 3 personen. Bekend in de horeca, bekend van tv. En die deden van elk team, kregen ze 3 het gerechtje in deze proeven. En aan daarvan hebben hun verder een winnaar gekozen. Dank u. Ik heb straks aan de anderen gevraagd hoe ze het vonden, maar hoe vond jij het? Ik vond het wel gezellig, alleen... Het was wel druk allemaal en ik moest uitkijken voor anderen, want het zat allemaal op elkaar. Druk en Lize zegt het moest allemaal heel vlug, zegt Lize. Ja. Tijdsdruk zat er enorm op, hè? Alleen toen alles geserveerd werd, was een kwartiertje van tevoren, was het allemaal schreeuwen, iedereen hoorde je. En het was allemaal met het tijdschema, het ging veranderd werd het allemaal. En dan was het weer op hetzelfde tijdstip, was het gepland was en toen weer niet. Dus ik hoor dat je er echt werk van gemaakt hebt, dat het niet zomaar een groentesoepje was, maar dat het echt
Want gehaktballen heb je ook helemaal zelf daar nog moeten maken? Ja. Goed, Bram. Dat werd allemaal georganiseerd door provincie Noord-Brabant. Ja, Agri-Food Groep, hè? Ja, Agri-Food Groep. Ja. Wat is Agri-Food eigenlijk, Bram? Die doen heel veel verschillende soorten dingen. Vooral met voedsel. En hun hebben dit eigenlijk ook opgezet om meer de kinderen bewust te maken dat producten uit de streken komen. En daar is echt deze wedstrijd eigenlijk voor bedoeld. Dat de kinderen naar buiten gaan en zien dat bij hun eigenlijk in de regio heel veel te halen valt. Ja. Dat het niet allemaal uit de fabriek komt, maar dat het ook de boer van het land kan halen. De koeien die in de wei staan. En dat is eigenlijk het concept waar Agri-Food mee aan de gang is gegaan. En dit was de tweede keer dat het plaatsvond. Ja. En de eerste keer dat Lander het meedoet. Maar dan ga ik een Bram vragen hoe goed hij die vier koks vond die hij meegenomen had. Nou, die waren erg goed. Ze wisten goed waar ze mee bezig waren. Je kon zien dat ze het goed in de vingers hadden, ze goed hadden geoefend. Goed uitgeslapen kwamen ze aan. En ze hebben echt hun best gegaan, dus ik kom er geen beter team mensen. Bram, als jouw gemeente volgend jaar weer vraagt om zoiets te doen, wat zeg je dan? Ja, leuk. Leuk? Ja, leuk vooral voor die kinderen. Het is weer iets anders en het is gewoon mooi om bezig te zijn met de gemeente en de producten eromheen. En enthousiaste kinderen die dat willen doen, is ook leuk voor de ontwikkeling voor die jeugd. Ja. Dus ik vind het een heel goed iets. Maar wat heb je nou het meeste geleerd, Guus, hier? Wat vond je nou het meest opvallende wat je geleerd hebt? Hoe je moest koken. Ja, dus hoe je moest koken. Dat vond je wel, ja. Had je nooit stilgestaan dat dat zo ging? Niet echt. En jij, Femke? Wat vond jij het meest leerzame? Ja, het koken. Nee, ik deed thuis al met papa vaak koken. Alleen niet echt hoe het er daarin toe ging. Want ik keek wel eens zo van zo'n kookprogramma's. Ja. Alleen dan zie je het niet in de keuken meestal. Nee. En dat is dus heel anders ineens. Nee. En jij, wat vond jij niet zo? Niet alleen om de smaak gaat, want ze moeten er ook nog mooi uitzien. Mag ik jullie bedanken voor het mooie verhaal wat jullie verteld hebben? En